slapen, kwart voor vijf wakker. Nou ja, het is nu kwart voor acht, zoiets. Het is vijf voor acht. En we gaan kilometertjes maken. Het gaat de komende week behoorlijk sneeuwen hier in Zweden. Dus we willen eigenlijk een beetje... we hebben woensdag de boot. Ja. Oh, die radio staat aan. We hebben woensdag de boot. Dus, het is nu maandag. Nu maandag. We hebben nog twee dagjes. Maar kijken of we vandaag wat verder kunnen komen. Zodat we morgen niet zo ver hoeven door de sneeuw. Want waarschijnlijk morgen sneeuw, regen. We gaan het zien. IJs. Je weet het niet. Bij Trelleborg gaat toch regenen? Bij Trelleborg gaat regenen. Maar onderweg, waar we eigenlijk vandaag een beetje wilden eindigen, gaat sneeuwen. Dus ja, we zien het wel wat we op ons bord krijgen. Nou, we hebben hier goed geslapen. Beetje kort. Maar we gingen ook vroeg naar bed. We staan aan het water. Prima plekje. Nee, aan het water. We staan niet aan het water. We staan aan het ijs. Ja. En we gaan rijden. Wordt vervolgd. Nou ja, het zit er weer in. Deze beste man, die doet het er even in. En daarna gaan we weer verder. We hebben nu sinds een kilometertje of 20 rijden we in de sneeuw. Maar de wegen zijn super schoon, dus gaat goed. Staan we. En waar staan we, Jocky? Vlakbij de haven van Trelleborg. Ik weet niet hoe het heet. Op het zuidelijkste puntje van Zweden staan we. Ja. Bij Smige. Smigeham. Zo. Nou, prima geslapen. Het ging alleen een beetje waaien vannacht, dus het was even een beetje schudden. Nou, we zijn doorgereden gisteravond, want ze voorspelde aardig wat sneeuw. Dus we zijn maar een dagje. We hebben een rustdagje hier. Morgenochtend hebben we de boot. Dan gaan we hier nog even een rondje lopen. Vlak achter de camperplaats. Het zuidelijkste puntje van Zweden.
krijgen we altijd complimenten dat onze camper zo mooi schoon is. Maar ik geloof niet dat die nu nog heel erg mooi schoon is. Kijk. Het is echt bizar hoe die eruit ziet. Maar ja, goed. Even wassen als het vriest is ook geen optie. Nu toevallig vandaag hier aan de kust vriest het niet. Maar ja, hebben we wat te doen als we thuis zijn. In ieder geval weer resultaat als we hem wassen. Maar goed, de achterkant trouwens, zal ik ook nog even laten zien. Dan weet je echt niet, kijk dan. En nou is er al best aardig wat afgespoeld. Het heeft natuurlijk vannacht hier vanmorgen aardig hard geregend. Dus. Het was nog 10 keer zo erg. Maar ja goed, de verlichting hou ik altijd mooi schoon. En de rest komt als we thuis zijn. Kijk, dan zien we hem ook weer wat beter. Hè? De Happy Eland. Als je die sticker wil, happyeland.nl. Dat is niet voor mij, maar daar hebben wij hem ook vandaan. Kijk, ik ga even een stukje wandelen. Ik ga even de boodschapjes halen. En dan gaan we lekker chillen. Goedemorgen Breukie. Hallo. Goedemorgen. We zijn weer op weg naar de boot. Op weg naar de boot. In Trelleborg. We hebben al ingecheckt. Nu gaan we naar de terminal waar we moeten wezen en dan wachten. Tot zo. We gaan aan boord. Zullen we niet allemaal filmen? We zien het straks wel weer als we aan boord zijn. Mogen we niet. We mogen niet, we moeten nog even wachten. Daar zitten we op de Niels Holgersson. Windkrachtje 5 of zo, het valt mee. Kijk, daar zit Jackie en Mazzel. Mazzel zit weer te hijgen. Wat heeft hier iemand een geluidje op zijn telefoon? En dan kan hij niet tegen. Dan kan je zeggen, ga je ergens anders zitten. Ja, ja. Overal geluidjes. Overal geluidjes. We hebben captain's dinner, hebben we. Brood is al op. Gekookte eieren, stukjes kaas en 2 wafeltjes. En we zitten bij de shop, maar de shop is al stengd. Dus. We gaan straks nog even open. Straks nog even open. Nou, we zijn bijna op de helft. Dus eventjes door bij de... We hebben het weer gehaald. Ui. Om rechts aan te houden naar 800 meter. We zijn in Duitsland. Ze voorspellen een beetje veel wind, dus, maar hier lijkt het nog mee te vallen. Dus we gaan een stukje rijden en dan morgen weer verder. Ja, zo word je dan wakker. De camperplaats. Toch nog een witte wereld. We gaan vandaag richting huis rijden. Tenminste richting onze huisplaats. Ik hoop dat het onderweg een beetje mee gaat vallen. Maar ik denk het wel. Het is een beetje rond het vriespunt, dus ik denk dat alleen het eerste stukje een beetje lastig wordt. Kilometers maken. Het sneeuwt en we gaan vertrekken. Hoppa. En toen waren we in één keer alweer in Oudorp. Zo snel kan het gaan. Ja, we hebben even de laatste dagen niks van ons laten horen, want... Misschien hebben jullie het al gezien in het laatste deel van het filmpje. Klonk ik al niet zo lekker. En het is nu dinsdag en ik ben er een beetje opgeknapt gelukkig. Maar goed ziek geweest, goede griep gehad. En ik niet alleen.
Jacques ook. En Jacques die ligt nu nog steeds, hoe zeg je dat, voor Pampus. Dus ja, nou ja, we hebben een test laten doen bij de GGD. Die was gelukkig negatief. Nou ja, gelukkig negatief, ja. Aan de ene kant maakt het mij niet zo heel veel uit, want je kan het maar gehad hebben, denk ik dan. Maar goed, dat ja, gelukkig weer achter de rug. Dus ik ben nog een beetje snotten en mijn kop doet nog zeer. Maar goed, dat overleven we ook wel weer. Maar we zijn in ieder geval weer veilig in Oudorp geland. En dat wilde jullie even laten weten. Het was een kort filmpje dit keer. Maar vond je hem toch leuk? Geef dan een duimpje. Als je het leuk vindt natuurlijk, hè, anders moet je geen duimpje geven. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Hoe gaat ons Zweden-avontuur verder? Dat zien jullie in januari. Want als het goed is, kunnen wij in januari weer die kant op. Dan krijgen we de sleutel, zeg maar. We hebben nu het een en ander getekend, ook volmachten en alles. Dus dan zou het in principe goed geregeld moeten zijn. We hebben natuurlijk nog wel wat dingen te regelen qua verzekering en qua elektriciteit en zulke soort dingen. Maar dan gaan we wel zien hoe dat allemaal gaat. En dat horen jullie ook. Nou, nu sluit ik hem echt af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. De mazzel!